ben Dirk de Klerk, de CEO van Sterhoek en Bremcon. Sterhoek en Bremcon zijn deel van de H2O-groep. De H2O-groep is een verzameling bedrijven die allemaal een of andere link met water H2O hebben. We hebben vier pijlers in onze groep. Dat is een tak milieu, een tak waterbouw, een tak shipping en een tak staal. Sterhoek is een deponie klasse 2, waarbij we eigenlijk een grote put van 9 miljoen kub mogen vullen met niet reinigbare gronden, reinigingsresidu en baggerspecie. De aanvoer richting Sterhoek gebeurt voornamelijk via de waterweg. Wij hebben vorig jaar meer dan 200 schepen gehad die afvalstoffen aangeleverd hebben. Maar we merkten dat er een enorme vraag was om ook aanvoer via de as te kunnen doen. En daardoor hadden wij nood aan een nieuw, meer performant systeem om die aanvoer te kunnen registreren. Voor de spectaculaire groei in aanvoer werkten wij met een vast persoon aan de weegbrug die occasioneel een weging moest doen, maar door de sterke stijging was dat onmogelijk voor die persoon om nog die beide taken te kunnen combineren. Daardoor zijn wij op zoek gegaan naar een systeem die enkel maar voordelen zou hebben, zowel voor de persoon als voor het systeem. We hebben via marktconsultatie en via bevragingen bij onze conculega's zijn we eigenlijk gekomen bij Organi, die dan in samenwerking met Alphatronics hun systeem kwamen voorstellen. We waren onmiddellijk gecharmeerd door een hands-on aanpak en waarbij ze op schaalmodel het systeem kwamen toelichten. Gedurende het uitgebreide voortraject dat we gehad hebben, heeft Organi samen met Alphatronics een testopstelling gemaakt, uitvoerde getest, zodanig dat het systeem plug-and-play was. De voordelen van het nieuwe systeem zijn de volgende. We hebben een systeem dat OFAM-compliant is. We kunnen meer bewegingen per uur realiseren, omdat het weegproces sneller gebeurt. En we kunnen real-time alle aangevoerde afvalstoffen bekijken. Dankzij Organi en Alphatronics zijn we erin geslaagd om op een zeer makkelijke manier een zeer grote sprong te maken in de digitalisering.